Het college van BMW van Bokstel presenteerde in 2014 haar beleidsplan. Een beleidsplan in hoofdlijnen. Nu, 2,5 jaar later, blijkt dat 90% of misschien wel meer van dit beleidsplan al gerealiseerd is of in werking is gesteld. Wij zitten vandaag bij het college na 2,5 jaar en we willen graag even terugblikken, maar ook even vooruitkijken. Welkom, mevrouw en heren. En ik mag tutoyeren, heb ik net gehoord. Dus dit was de laatste keer mevrouw en meneer. Maar eerst, jullie hebben vanmorgen al vergadering gehad. Een BMW-vergadering op elke dinsdagmorgen. Zijn daar spectaculaire dingen geweest? Is er iets nieuws? Dan willen wij het graag weten. Marushka. Nou, we hebben vanochtend een regeling goedgekeurd, zoals dat heet, over natuur- en milieu-educatie. Dus dat betekent dat wij het basisonderwijs in Boksel extra geld geven om allerlei leuke activiteiten op het gebied van natuur- en milieu-educatie te gaan doen. Dus daar zijn we wel heel trots op. En daar gaat veel geld naartoe? Ja, daar gaat zeker veel geld naartoe. We hebben ongeveer 30.000 euro daarvoor beschikbaar gesteld. Dus dat is veel geld. Oké. Okay. Ja. Nou, nog meer spectaculaire dingen vanmorgen bij de andere portefeuilles? Ik heb bij mijn portefeuille vandaag een rustige ochtend gehad, dus dat is wel eens prettig een keer. Een duurzame ochtend? Een duurzame ochtend, ja. Oké. Okay. Wat betreft de WMO, we hebben het in ieder geval over de cliënttevredenheidsonderzoeken gehad, waar de resultaten van bekend zijn. En ik vind dat wel heel erg belangrijk voor mijn vakgebied. Omdat we daar hebben gezien dat over het algemeen de WMO-cliënten in Boksel tevreden zijn over de dienstverlening die wij hebben. Maar er zijn toch nog heel nadrukkelijk een aantal leermomenten die ook uit die cliënttevredenheidsonderzoeken blijken. Die te maken hebben met cliëntondersteuning en dat vinden we heel erg belangrijk. Dus daar moeten we echt van kijken hoe we dat beter kunnen doen. En op het gebied van de huishoudelijke hulp. En daar hebben we in het nieuwe beleid wat we per 1 januari gaan actualiseren, hebben we daar al een aantal verbeteringen in zitten. Maar het is wel van belang dat we dat dus goed ook met de cliëntvertegenwoordiging gaan bespreken. En dat we dat op een goede manier uit gaan rollen. Er is over die huishoudelijke hulp heel veel te doen. Heel veel mensen klagen dat ze te weinig krijgen na die bezuinigingen, dat het niet goed loopt. Nu hebben jullie een nieuw plan per 1 januari. Kun je daar iets meer over vertellen wat dat plan nu inhoudt? Laat ik beginnen met te zeggen dat ik niet herken dat heel veel mensen klagen. Ik weet natuurlijk wel dat het onderwerp op straat besproken wordt. Ik hoor er zo nu en dan ook wel eens iets over. Maar eigenlijk hoor ik er nog te weinig over. Want ik vind, dan proberen we daar ook zoveel mogelijk te stimuleren, dat op het moment dat dingen beter kunnen in beleid, dan moeten mensen ook vrij zijn om dat naar de gemeente te kunnen vertellen. Maar ik weet dat het item huishoudelijke hulp, dat heel erg speelt. Vooral ook omdat in de veranderingen die per 1 januari 2015 aan de orde zijn geweest, werd die dienstverlening vooral ingezet op basis van de eindtermen die richting cliënten worden afgesproken. Namelijk een schoon en leefbaar huis. Terwijl de cliënten vooral gewend waren om op uren geïndiceerd te krijgen. En daar zag je dat nog wel eens tot onduidelijkheid leidde en tot ontevredenheid. Wat we nu hebben gedaan per 1 januari is de regeling verder verruimd. We hebben een hoger tarief wat we afspreken met de aanbieders, zodat het voor aanbieders meer mogelijkheden geeft om de dienstverlening in te regelen. Ook goed voor de werkgelegenheid, dus daar hebben we opgepakt. En in de nieuwe regeling zit een optie voor cliënten om extra werkzaamheden te laten verrichten, met name de grote schoonmaak. En daar hebben wij veel van teruggehoord van cliënten, van ja, wij komen eigenlijk in de reguliere activiteiten net niet uit, omdat wij, ja, met name als iets grondig schoongemaakt moest worden, dat daar onvoldoende ruimte voor was. Nou, daar hebben we met die maatregelen eigenlijk meer ruimte voor gecreëerd. Dus wij hopen met die nieuwe regeling dat dat ook herkend wordt straks naar cliënten toe. Oké, laten we het hopen. Ik ga even terug naar het beleidsplan. 90% of meer, heb ik geteld, is of in werking getreden of is al uitgevoerd. Ik kijk de eerste loco aan. Hoe kan dat? Na 2,5 jaar, een beleidsplan, na 2,5 jaar al zo ver uitgevoerd is. We zijn natuurlijk ook voortvarend gestart. Het zijn niet allemaal zaken die we in het beleidsplan opgenomen hebben die fonkelnieuw zijn. Er zijn natuurlijk ook zaken die gewoon al in het vorige college in gang gezet waren, waarvan dat we hebben gezegd, die trekken we door en die geven we nieuwe accenten.
En nou, het is gewoon een college waarvan dat we hebben gezegd, wij willen gewoon volgens een strak plan aan de slag. We willen vooral de slag maken van buiten naar binnen werken. Dus we hebben de burgers met name uitgenodigd om met initiatieven te komen. En dan zie je dat er heel veel loskomt. Maar als ik als iets 90% na 2,5 jaar al klaar is, kan het dan ook niet liggen aan het maken van het beleidsplan in hoofdlijnen? Dat je daarin alleen maar opschrijft wat haalbaar is. Nee, want je geeft zelf aan, Fons, dat het is klaar of het is in gang gezet. Er is niet 90% klaar. We zijn echt niet uitgeregeerd. We hebben nog meer dan voldoende te doen. Er is niemand van ons die achterover kan gaan leunen. We zijn keihard aan het werk. En met name omdat heel veel zaken lopende zijn. Maar je kunt het beleidsplan natuurlijk ook zo schrijven dat het altijd haalbaar is. Ja, precies. Bij het maken bij zo'n beleidsplan zitten jullie met vier partijen bij elkaar, ja. Ja, en proberen jullie het met elkaar eens te worden. Dat betekent dat er dingen moeten vallen. Zijn er nou belangrijke dingen destijds gevallen die je zegt van, nou, die moeten we nog oppikken van de diverse partijen? Nee, ik denk dat wij met de vier partijen, maar dat heb ik ook gezegd toen we in 2014 bij elkaar zaten, dat wij gewoon met vier partijen elkaar heel goed gevonden hebben in een beleidsprogramma. Omdat gewoon in de gesprekken bleek dat wij gewoon heel veel overeenstemming hadden op veel van die zaken die aan de orde gekomen zijn. Dus nee, ik kijk met name naar alle positieve zaken die erin zitten. En dat was gewoon in feite een heel breed gedragen beleidsprogramma waar gewoon grote overeenstemming over was. Nee, ik kan me niet veel zaken herinneren waarvan we zeggen, die hebben we echt moeten laten liggen. De uitspraken van destijds. We hebben destijds jullie opgenomen op de eerste avond dat jullie bekend maakten dat jullie het college gingen vormen. Ik wil er even naar terug. Economie en centrum. Er waren twee wethouders die daar toen over spraken en die zitten hier naast mij. Maruska en Erik. En ze zeiden allebei ongeveer hetzelfde. Nou, het was nogal wat. En er is nogal wat gebeurd in die tijd. Positief en negatief neem ik aan, Erik. Wij hebben eind maart 2015 hebben we een aantal heel belangwekkende besluiten genomen in de gemeenteraad. Die gingen toen over de detailhandelsvisie, maar die gingen ook over de inrichting van het centrum. Eigenlijk komt dat in hoofdlijnen neer op een aantal projecten, namelijk de herinrichting van de markt waar we toen over besloten hebben. Het creëren van extra parkeerplaatsen in het centrum op de binnentuin van het gemeentehuis, nieuwe parkeerplaats. Gekoppeld daaraan extra parkeerplaatsen op het Zusterpad. Het maken van een mooie blauw-groene oase van de vijver en de oude boomgaard. En het aandacht besteden aan de aanloopstraten. En het project wat daar nog aan gekoppeld is, is TAP, wat al in uitvoer was toen wij toen bij elkaar zaten. En die projecten die moeten er eigenlijk voor zorgen dat we het centrum weer op een mooie manier gaan inrichten. En we liggen precies op schema. Die ontwikkelingen, daar zijn we ook echt mee aan de slag. En die moeten er ook toe leiden dat dat een toevoeging wordt op ja, het meer reuring krijgen in het centrum en meer loop te krijgen in het centrum. Het is een proces waar al 20 jaar loopt. Ja, en nou heb je een aantal maatregelen, want er zijn eerder maatregelen genomen. Heb je daar nou eigenlijk vertrouwen in? Want de bevolking heeft er niet zo vertrouwen in dat het in het centrum bruisend gaat worden. Dat zijn jouw uitspraken dat de bevolking daar niet zo vertrouwen in. Daar hebben wij diverse reacties op gehad namelijk. Ja, nou ja, ik hoor ook andere geluiden. En ik denk nu juist omdat we die besluitvorming in 2015 hebben gehad, ligt er een kans voor open doel om nou eindelijk die projecten eens af te ronden. Daar hebben we ook een tijdspad op uitgezet, dat de herinrichting van de markt, want dat moet het sluitstuk worden van al die projecten die ik zojuist noemde, dat ook afgerond wordt begin 2018. We zijn op dit moment volop bezig in de planvorming daarin. Dat doen we niet alleen van achter een bureau in het gemeentehuis, maar dat doen we vooral samen met mensen. Ook iets wat ik heb gezegd toen wij in 2014 aantraden, dat we plannen maken vooral met de mensen uit de straat. Vandaar dat ik het niet helemaal herken in wat je zegt. En daar moet er inderdaad toe leiden dat we plannen af gaan ronden. Dus ja, daar heb ik wel heel erg veel vertrouwen in. Nou kregen wij ook één van de reacties die was, nou die Erik die doet best goed, maar het is net Sinterklaas, want hij strooit met geld. Hij geeft maar subsidies en hij denkt dat het daardoor goed komt.
Geef daar jouw reacties op. Wij hebben inderdaad in 2014 besloten vanuit het college om de economie aan te zwengelen door een 1 miljoen euro economisch stimuleringsbudget ter beschikking te stellen. Dat is geen geld wat we rondstrooien, want op het moment dat we een toekenning hebben uit het budget, dan ligt daar altijd aan ten grondslag dat bedrijven of initiatiefnemers zelf mee investeren in zo'n initiatief. Dus het vergt ook altijd dat ondernemers zelf hun nek uitsteken. En dus het is niet zomaar geld wat we rondstrooien vanuit... Maar als je het goed doet, dan krijgt hij 1000 euro of weet ik het wat. Ja, en als hij het goed doet, dan floreert de Bokstelse economie daarin. En zet dat de economie ook meer in beweging. Al die initiatieven die zijn er ook op gericht om de Bokstelse economie positief in beweging te krijgen. En ja, dat zien we nou ook in de praktijk terug. We hebben dat economisch stimuleringsbudget overigens ook net geëvalueerd met de gemeenteraad. En daar werd ook positief op gereageerd dat het ook die uitwerking heeft in de praktijk. Okay. Maar Maruska, jij had het bij die opening destijds ook over dezelfde onderwerpen. Absoluut. Wij hadden het ook eerder bij D66 als bij de SP verwacht, deze portefeuille. Wat ik heb aangegeven toen was ook dat de verbinding van cultuur en economie zo belangrijk was. En daar hebben we natuurlijk van alles aan gedaan. We hebben het theater extra subsidie gegeven, omdat de theaterfunctie natuurlijk, ja, die moet gewoon goed zijn voor iedereen. Het is heel belangrijk dat je als levendige gemeente een goede theatervoorziening hebt. We faciliteren ook dat er heel veel evenementen zijn. Boksel heeft meer dan 500 evenementen per jaar, hè? Dus dat is echt een lopende bandwerk. Van Sint-Lucas komt er natuurlijk een fantastische pop-up store in. Dat is ook een combinatie van onderwijs en van ondernemingen. Dat zijn allemaal dingen. We geven de musea regelmatig subsidies, juist om extra mensen naar het Boksel te trekken. En als je kijkt naar Museum Vekermans, dan zie je hoe belangrijk dat ook weer is voor centrum. Mensen die daar op bezoek gaan, die gaan weer verder naar het centrum. Jij bent dus kort gezegd net zo enthousiast over de ontwikkeling. En je verwacht dat het heel goed gaat in het centrum, net zoals Erik zegt. Nou, wat je nodig hebt om een goede winkelfunctie te houden, is natuurlijk de combinatie van een fysiek winkelbestand plus het digitale bestand. Dus je wilt die combinatie hebben van een fysieke winkels. De winkels moeten er zijn. Het moet leuk zijn om ergens rond te lopen. En vervolgens heb je ook je digitale voorzieningen nodig. Nou, met die combinatie kun je een levendig centrum houden. En zeker als je dan nog veel evenementen en feesten houdt. Wat aan de lopende band het geval is in Boksel. We kunnen het af en toe niet bijbenen, zo druk is de agenda. Dus ik denk dat wij er een gezellige gemeente van maken. Ja. Ja. Herman. Ja. Jij hebt het toen op die avond onder andere gehad over het spoorweggebeuren. Om het maar eens samen te vatten, hè, alles wat eraan vasthangt. Daar zijn er al voor jou heel veel mee bezig geweest. Die ken ik zelfs, die mensen. Hoe zit het? Want iedereen vraagt zich af, we horen niks meer. Het is windstil rondom het spoor. Maar het gaat er echt gebeuren voor ons. Dus we komen nu echt toch in een fase waarin we dus de bestemmingsplan begin 2017 in procedure gaan brengen. Dus dan wordt het ook allemaal, dan komt het van de tekentafel af en dan ligt het er ook, dan ligt het er inzage. Momenteel is er een klankbordgroep, er zijn werkgroepen bezig waar wij dus heel veel informatie uithalen en die informatie met ons delen. We zijn in gesprek met de mensen op de Kalksheuvel. Het wordt toch een status aparte, zou ik bijna willen zeggen. Gesprekken lopen echt heel erg goed. Het gaat over totale nieuwe inrichting van. Het zijn vaak stroperige processen. Ze duren mij soms ook langer dan ik zou willen. Eerstvolgende grote stap voor mij en voor de gemeenteraad is dat we volgend jaar september het onttrekkingsbesluit van de twee spoorwegovergangen willen voorleggen aan de raad. Ik wil hebben dat het er volgend jaar september komt te liggen. Want dat is eigenlijk, denk ik, het goede signaal naar buiten toe. Karen op de klos, het gaat. Maar is het financieel het hele plan al afgedekt eigenlijk? We zijn nog altijd aan het rekenen van, we hebben een begroting en daar zit een plus en er zit een min 30% zit erin. Dat moet op een gegeven moment naar niveau 0 zullen we niet halen, maar ik denk dat we naar uit zullen komen op ergens een calculatie van plus 15, max min 15 positieve zin dan. Dan max, dat heeft ook mee te maken natuurlijk met het gesprek wat we met ProRail hebben ter zake de tunnel zelf. Want ja goed, zoals je weet, er gaan heel veel verhalen over ProRail, tekort op dat project, tekort op dat project. Is dat afgedekt, ja of nee?
Op dit moment is alles nog binnen de kaders die zijn afgesproken. Ook de toegangswegen, ook de Kultsebaan, ook de weg bij Kalksheuvel. Alles is financieel afgedekt. Alles wat binnen de scope van het project valt, en dan hebben we het inderdaad over Kultsebaan, over de Talk eigenlijk, hè? Tracé A2 Kapelweg. Dat zit allemaal nog steeds binnen de bestaande kostenraming zoals die in de raad is voorgelegd. Ja. Oké. Maruska, kunst, cultuur. Ja. Jouw hobby. Ja, nou. En jouw beroep op dit moment. Om dat ja. goed te laten draaien. Maar er is de afgelopen 2,5 jaar best heel veel gebeurd op dat gebied. Muziekonderwijs, kunst, heel veel kritiek geweest ook. Kun je nou eens vertellen wat er nou precies aan de hand is? Nou, het eerste was natuurlijk dat het MIK failliet ging. Daar hebben wij Muziek en Kunst en Cultuur Educatie Instituut. Hè? En daar hebben we heel veel werk aan gehad in de regio. Want dat was natuurlijk niet alleen in Boksel. Het was een instelling die voor meerdere gemeenten dat onderwijs uitvoerde. Dus daar hebben wij veel werk aan verzet om toch op een andere manier, want daar komt dat innovatiedeel weer, om te kijken hoe je op een andere manier muziek, en dat is met name muziekonderwijs, omdat dat de duurste vorm is van kunst- en cultuureducatie, hoe we die voor Boksel konden behouden. En daar zijn we van uitgegaan van het belang van het onderwijs van de leerlingen dus. Hè? Dus we hebben daar een hele mooie structuur voor opgezet waar iedereen, en dat is heel erg leuk geweest om te zien. In het begin was het natuurlijk heel moeilijk voor de docenten van MIK. Dat is echt het is natuurlijk ook heel pijnlijk als je eigen instituut failliet gaat, wat je dan meemaakt. De onzekerheid en ook als je jarenlang gewend bent om op een bepaalde manier les te geven, je moet het opeens heel anders gaan doen. Maar dat werkt op dit moment heel erg goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik ben er heel enthousiast over de samenwerking, harmonie van vaders. Iedereen werkt mee, is heel erg leuk. Het andere maar van zijn nou bijvoorbeeld nog genoeg kinderen muziekonderwijs aan het volgen? Ik bedoel, is dat de vergelijking met vroeger? Toen het makkelijker was misschien om muziekonderwijs te volgen, zijn er nou net zoveel kinderen nog daarmee bezig? Ik denk zelfs meer, omdat wat we nu hebben gedaan, is het muziekonderwijs heel erg verbinden met datgene wat er in schools gebeurt. Dus wat we hebben gedaan is trajecten, daar hebben we ook subsidietrajecten voor ingekocht, om het kunst- en cultuureducatie in zijn algemeenheid op scholen veel beter vorm te geven. Elke school krijgt nu een kunst- en cultuurbeleidsplan en ook iemand die daarvoor speciaal aangesteld is om dat beleidsplan uit te voeren. Er komt subsidie van de provincie en wij plussen dat op met de helft. En dat betekent dat de kwaliteit van de kunst- en cultuureducatie op het basisonderwijs veel beter is. En dan krijgen we dus ook de beroemde drietrapsraket van Boksel. Namelijk in schools wordt er iets aangeboden. Vervolgens wordt na schools via de brede scholen wordt er een verdiepingstraject op aangeboden. En kun je daarna naar de derde trap, dat is een specialisatie. En dan heb je dus de oude docenten van Muzebox, dat zijn de oude docenten van het MIK. Je hebt allerlei andere kunst- en cultuurinstellingen, scholen, muziekscholen, dansscholen, waar die kinderen dan verder kunnen gaan. Nou, die verbinding, want dat betekent dat het onderwijs veel beter, datgene wat je leert, beklijft veel beter bij de kinderen. Dus ik denk dat er kwalitatief een end zijn opgeschoten. En qua aantallen ook. Er zijn nu veel meer leerlingen die dat volgen. Maar je moet ook bedenken dat er altijd al zo was dat maar 20% van de kinderen die muziekonderwijs volgden, dat deed via het MIK. Okay. Dus het lijkt alsof dat het instituut was als alles deed. Maar dat is niet zo. 80% van de mensen deed het buiten het MIK om. Oké. Okay. Is de kunststichting nog blij met jou? Ik heb daar gewoon overleg mee. En allerlei projecten die zij ooit gestart zijn, die worden verder uitgevoerd. Dus ik weet niet of ze blij zijn met mij. Maar we hebben prima gesprekken met elkaar. Okay. Allerlei kunstprojecten kunnen uiteraard gewoon doorgaan. Want het is belangrijk dat we kunst in de openbare ruimte zoveel mogelijk een plek geven. Oké. We kunnen niet buiten het parkeerbeleid natuurlijk. Nee. In het beleidsplan daar staat parkeren binnen de bestaande infrastructuur. En dan krijgen we ineens in die 2,5 jaar heel veel verhalen over betaald parkeren, blauwe zone, mensen die in de wijken wonen moeten betalen. Heel veel gedoe. Ja. Hoe is de stand van zaken op dit moment? De laatste 2,5 jaar daar ben ik het niet helemaal mee eens, want dit is natuurlijk een proces wat al veel langer loopt. En ik heb het eigenlijk, dit was een van die zaken die eigenlijk er nog lagen en die tot uitvoer moesten komen.
En nou goed, iedereen weet, toen we tot een, eigenlijk tot een, tot de uitvoering wilden komen, de desbetreffende verkeersbesluiten gingen nemen, wat voor een reuring dat er ineens, ineens optrad. Het is wel een besluit wat er eigenlijk dus in de vorige college al is genomen. Het was niet mijn dossier, het is wel mijn dossier geworden. Maar nou, je bent er nu verantwoordelijk voor. Absoluut, absoluut. Ja. Dus, en je hebt er slapeloze nachten van gehad. Nee. Nee, er zijn andere dingen waar ik slapeloze nachten van heb, maar niet van dit werk. Dus dat heb ik destijds ook gezegd. Ik kan me nog herinneren volgens mij. Ik zei nee. Je hebt de uitzending opnieuw gekeken. Ja. Dat hoor ik. Nou, misschien ook wel een heel goed geheugen. Dus ik heb nagekeken. Nee, maar het is wel zo. Het is natuurlijk zo dat er is heel veel commotie geweest. Ik heb toen de gemeenteraad toegezegd, oké, blijkbaar uit alle zienswijze is gebleken dat men het te groot vindt. Men vindt het te duur en men vindt het te ingewikkeld. En ik ben teruggegaan naar de gemeenteraad met de toezegging dat ik ga bekijken of het wat minder duur kan, wat minder groot kan en wat minder ingewikkeld kan. Alleen dan heb je wel te maken met afspraken die er al in het verleden met partijen zijn gemaakt. En eigenlijk de meest bindende afspraak die er op dit moment ligt, dat is de afspraak met de Nederlandse Spoorwegen. Dat wij dus in ruil voor het parkeerterrein aan de Parallelweg Noord een vergunningenstelsel uit zouden rollen waarbij dat parkeerterrein ook onderdeel van uit zou maken. In dit hele verhaal lag ook het probleem van het parkeren, vooral in dat gebied, hè? Ja, niet in de gebieden, ik noem maar iets, de Molenstraat of zo. Nee, klopt. Het plan zoals het er lag en door de gemeenteraad destijds is vastgesteld, is tot uitvoer gebracht, of een poging daartoe. Dat is dus eigenlijk, dat is gestrand wil ik niet zeggen, want we zijn er nog mee bezig. Ik heb duidelijk signalen gekregen van nou, het moet anders. Nou, dat zijn die drie criteria die ik net heb aangegeven. Ik ben afhankelijk voor een gedeelte, groot gedeelte eigenlijk, van de Nederlandse Spoorwegen, slotverrekening. Daar zijn bindende afspraken mee gemaakt. Er zijn ook afspraken overigens gemaakt met Albert Heijn om daar om die aan te laten sluiten, meer in een blauw regime. Nou, ik ben op dit moment ben ik bezig met NS. En afgelopen vrijdag zou de directie van NS, parkeer NS stations, die zou een klap geven op dat dossier om het voorstel wat ik daar heb uitgebracht, kleiner dus, goedkoper, minder ingewikkeld, of ze dat inderdaad acceptabel vinden als zijnde een van de onderdelen van de afspraken die destijds zijn gemaakt. En als dat akkoord komt, dan kunnen we heel snel naar buiten met naar de gemeenteraad en naar alle betrokkenen toe. Als we het zo gaan regelen, kan het jullie instemming dan dragen. Maar nou heb je een proef met de blauwe zone. Wat is nou de bedoeling van die proef van die blauwe zone? Is het nou echt de bedoeling dat er dadelijk op bepaalde gebieden eventueel komt? Of overweeg je toch om de blauwe zone in geheel Boksel in te voeren? Dat is vrij onduidelijk bij de mensen op dit moment. Ja. Nou, de proefblauwe zone is eigenlijk voortgekomen. Dat is meer eigenlijk het project van Erik met Centrum. De discussie tussen eigenlijk betaald parkeren en blauw is voor niets parkeren, geeft dat meer reuring dan betaald parkeren eigenlijk. Dat is de discussie. Nou, daar hebben wij, omdat de markt te zijner tijd op de schop gaat, hebben we afgesproken dat we tijdelijk dat parkeren in blauw zouden terugbrengen op de binnentuin en achter het gemeentehuis. Vanuit de raad is toen het verzoek gekomen, kunnen we die proef misschien naar voren halen? Ja, daar hebben we mee ingestemd. Men wilde de proef graag, we gaan het toch doen, dus waarom niet? Wat wil je mee bereiken met die proef? Wij in de discussie met de middenstand is het zo dat de middenstand in Boksel, Centrum Boksel, de centrumondernemers ervan uitgaan dat blauw parkeren meer inkomsten genereert, laten we het zo maar zeggen, niet voor de gemeente, maar voor hun, meer economie brengt dan betaald parkeren. Nou, dat is een discussie. Ik deel die mening niet helemaal, maar goed, dat ben ik zelf. Maar het is in ieder geval, we hebben de proef uitgerold. En we gaan straks, over 2 jaar, gaan we met de ondernemers op basis van redelijkheid van overleggen. Heeft het gebracht wat jullie er nou werkelijk van gedacht hebben? En zo ja, goed, dan zijn we 2 jaar verder en dan moeten we kijken wat we er dan mee zullen doen. Het meeste reuring is gekomen vanuit de randgebieden van het centrum. Ja. Voor mensen die eventueel een vergunning zouden moeten kopen. Er zijn heel veel bezwaren gekomen en er is heel veel ingediend bij de gemeente dat ze daar niet mee eens zijn. Hoe zit het daar nu mee op dit moment? Ik denk dat de bezwaren, als ik ze onterecht zou vinden, had ik er waarschijnlijk wat minder snel opgesprongen. Ik kan me die bezwaren voorstellen.
Kijk, het begint bij natuurlijk in een klein gebied, in een relatief klein gebied rond het station. Daar is eigenlijk de discussie ook uit voortgekomen. Ja. Dan krijg je het verhaal, ja, als ik dan niet in de Verleeuwenstraat kan gaan, zal ik dan maar in de Julianenstraat gaan staan, zal ik hem dan op Beukersplein neerzetten. Dus met andere woorden, ik zoek steeds een straatje verder. Ik moet zeggen dat ik kan me voorstellen dat, dat iemand die hier achter het zussenpad woont, zegt, ja, volgens mij heb ik weinig van die, kijk die verdringing niet. Nou, en ik kan me dat wel voorstellen, dus vandaar dat ik heb gezegd van, nou goed, ik ga kijken naar in ieder geval sowieso ook minder groot. Oké. Want dat is het eigenlijk. Maar, dan ga ik er eerlijk toe, die hoog in het vaandel heeft staan, en hij begon er straks zelfs al over, burgerparticipatie, van buiten naar binnen. Wat is met de parkeren, hoe moet ik dat met de parkeren dan zien? Want er is ontzettend veel reuring geweest. Ontzettend veel andere ideeën zijn er op tafel gekomen, van buiten naar binnen, of was het toch nu van binnen naar buiten? Nou, ik denk dat in het proces met betrekking tot de parkeervergunningen, daar moeten wij nog eens een keer goed terugkijken wat wij niet goed hebben gedaan. Want daar zijn wel degelijk, denk ik, een aantal fouten gemaakt vanuit de gemeente. Met name als het gaat om het tussentijds mensen communiceren en mensen in zo'n langdurig traject betrokken te houden. En ik denk dat we daar als college ook goed op hebben gereageerd door op enig moment, en Herman die gaf dat net ook aan, pas op de plaats te maken te zeggen van nou, wat we in ieder geval nu eerst gaan doen, is die zienswijzen die er veelvuldig zijn ingediend, die gaan we eerst eens heel zorgvuldig bekijken en daar gaan we de tijd voor nemen. En daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de gemeenteraad, die daar terecht kort op hebben gezeten. En ik denk dat wij inderdaad lering moeten trekken van hoe wij naar de toekomst toe dit soort projecten omgaan. Maar in deze zaak is er nog hoop voor die mensen? Nou ja, sowieso, want wij hebben gezegd, die zienswijze die gaan we serieus behandelen. Het plan komt in ieder geval niet zo terug zoals het gepresenteerd is. En er is gewoon ook maatwerk mogelijk vanuit die zienswijzes. Dat zijn we op dit moment goed aan het bestuderen. Ja. Peter, ik heb eventjes jou laten rusten. Ik denk, ik heb het rustig vandaag, ja. De wethouder voor duurzaamheid. Ja. Er is geen plan of jij praat over duurzaamheid. Nou, duurzaamheid zou wel heel vreemd zijn als je er niet over praat. Want duurzaamheid, dat is niet mijn portefeuille. Dat is de portefeuille van ons alle vier. Ik bewaak maar de integraliteit. Maar jij praat altijd over. Ja, nee, de anderen ook. Wat dat betreft zitten we allemaal op dezelfde lijn. Maar ik heb wel de portefeuille in mijn beheer om de integraliteit te bewaken. Ik denk dat in alle opzichten, of dat het nu over sociale duurzaamheid gaat, hè, Erik heeft uitgebreid over zeg maar, het maatschappelijke traject gehad, hè, of de economische duurzaamheid. Want het is ook heel belangrijk dat je natuurlijk economisch gezien niet alleen maar bruist en floreert op korte termijn, maar dat zal toch ook op de langere termijn stand moeten houden. Dus je hebt ook economische duurzaamheid en je hebt natuurlijk de groene duurzaamheid. Ja, nou. Maar nou zit ik bijvoorbeeld met woningbouw. Hoe staat het daarmee? Want daarvan zeg jij twee dingen. Eén, duurzaamheid voorop. Ja. En twee, en dan kom ik weer bij Erik eigenlijk terecht, van buiten naar binnen, de mensen moeten inspraak hebben. Hoe zit het met de woningbouw? Want dat is nou één van die punten die in die 10% zitten waar ik zeg van, hoe zit het daar nou mee? Nou, woningbouw zijn we heel druk bezig, maar heel belangrijk bij woningbouw is natuurlijk ook waar je niet meteen aan denkt bij het aspect duurzaamheid, maar dan denk je ook aan het aspect betaalbaarheid. Op het moment dat een woning duurzaam is, wil zeggen dat het ook meteen een betaalbare woning wordt. Want een nul op de meter woning, zoals dat formeel heet, betekent dus dat je wat dat betreft geen energierekening meer hebt. En dat betekent ook dat jouw totale woonlasten, want het gaat niet over de huurlasten, maar het gaat over de totale woonlasten. Heb je het over de huurlasten plus de energierekening. Als wij bij de bouw van woningen het voor elkaar weten te krijgen dat er geen energierekening meer in de woning is, dan is dat heel aantrekkelijk voor die burger en dat wil. Maar is dit geen utopie? Nee, want het gebeurt volop. Wanneer gaat dit gebeuren? Waar gaan we bouwen op deze manier? Nu al. De woningen waar ik en wij met z'n allen heel trots op zijn, de zonnegolven, de woningen die daar gebouwd zijn, dat zijn sociale huurwoningen. Dus aan de onderkant van de markt. Maar nou gaan we in Liempt, ook weer bouwen, hè? In Liempt gaan we ook bouwen. En gaan we dat op dezelfde manier doen? Dat gaan we in ieder geval proberen. Kijk, het is heel helder. We zullen elke keer moeten wij het gesprek
en je mag ook gerust zeggen, het gevecht met de ontwikkelaars aan om dit voor elkaar te krijgen. Want wettelijk gezien is het op dit moment nog niet zover dat je af kunt dwingen, er is een bouwbesluit vanuit het Rijk, dat je dus af kunt dwingen dat het energie-neutrale woningen moeten zijn. Maar de mensen zouden de inspraak moeten hebben, heb jij gezegd. Het moet van buiten naar binnen. Ja. De mensen bepalen wat wij bouwen. Ja. Willen de mensen dit zo op die manier gebouwd hebben? Kijk, wat heel belangrijk is... Ben je daarna gegaan als je nieuw plan laat? Of hoe doe je dat dan? Nou, wat we doen, in heel veel gevallen, het maakt al heel veel uit of dat wij zelf als gemeente eigenaar van grond zijn. Dus dat we zelf echt de regie voeren van wat er gaat komen. Of dat een projectontwikkelaar het eigendom van de grond heeft. Het is niet anders dan dat in vrijwel alle gevallen waar wij over praten in Bokstel, projectontwikkelaars, in ieder geval derde partijen, eigenaar zijn. Dus het is niet anders dan dat wij in gesprek zullen moeten met in eerste instantie die projectontwikkelaar en die ervan overtuigen dat het ook in het belang van die projectontwikkelaar is om goed dat gesprek met die samenleving aan te gaan. En dat besef is er ondertussen ook wel heel goed, hè? Want de crisis hebben we achter de rug. En die projectontwikkelaars die beseffen heel goed dat het niet meer is als in het begin van deze eeuw. Dat zij de huizen bouwen en dat de klant wel vanzelf komt en slikt wat er gebouwd wordt. Maar waar gaan we de komende tijd dus bouwen? Wij gaan de komende tijd bouwen sowieso in Lennersheuvel aan de Herenbeekloop. Wij gaan bouwen in Liemde, de hoek Hamstraat Roderweg. We zijn heel druk bezig met de planontwikkelingen aan de Prins Hendrikstraat. We zijn druk bezig met de plannen bij de voormalige Sint-Joris meubelen. Dus dat zijn echt al bijna concrete plannen. En hoe zit dat in verhouding dan met de behoefte die er is? Kun je daarin over een x-aantal jaren aan de behoefte voldoen? Of blijf je erachter altijd achteraan hobbelen? Nee, wij werken op dit moment heel hard. We hebben in beeld gebracht wat de komende 10 jaar de behoefte is voor Bokstel. Om heel concreet te zijn, het zijn 1315 woningen bij de kennis van nu. Elk jaar actualiseren we dat aantal. Maar 1315 woningen die we tot en met 2024 moeten bouwen. Dus wij zijn nu druk bezig om voldoende locaties bij elkaar te vinden, te zoeken, waar dit aantal gerealiseerd kan worden. Oké, Erik, landelijk zorggelden, 1/2 miljoen, meen ik, overgebleven. Hoeveel heeft de gemeente Bokstel overgehouden? Ja, wij hebben ook geld overgehouden. Ik heb de precieze bedragen weet ik zo niet, maar wij hebben dat geld... Ongeveer dan? Ja, dan gaat het over 8, 9 ton volgens mij. Wij hebben een deel van het bedrag, daar hebben wij ook de reserve voor het sociale domein van opgehoogd. Dus daar komt ook weer... Wat betekent dat? Want moet je even uitleggen. Dat snapt niemand. Wat het sociale domein ophogen. Wij hebben een voorziening getroffen waar we dingen uit kunnen betalen waar we bij het neerzetten van beleid, bij het ontwikkelingen van beleid niet voldoende over hebben nagedacht of die anders in de praktijk uitpakken. En dat is een forse pot met geld. Dat is een reserve die gaat tot 1 miljoen. Dus dat betekent dat op het moment dat wij erachter komen dat het beleid wat we hebben uitgezet nog onvolkomenheden kent, dan hebben we wat vet op de botten, zeg maar, om daar bijstelling in beleid op te kunnen hebben. Dat vinden we belangrijk. Overigens hebben wij altijd gezegd dat er in Bokstel niemand buiten de boot valt op budgettaire overwegingen. Dat betekent, we kunnen altijd maatwerk bieden en er is altijd een oplossing even voor mensen. Er valt niemand buiten de boot. Je houdt 8 à 9 ton over. Heb je dan te veel begroot? Of is er toch door bezuinigingen gekomen? Of hoe zit het dan precies? Nee, het Ursula-gebouw hadden wij al een samenwerking tussen de verschillende partners waar wij als gemeente mee samenwerken. En dat betekent eigenlijk al dat wij in 2013 een werkwijze hadden dat er bij aanvragen van mensen eerst gekeken werd van wat kan iemand nog zelf. En daarnaast gekeken werd wat kan er georganiseerd worden in de sociale omgeving van mensen, in de sociale structuur. Dat is eigenlijk wat landelijk beoogd is, hè, met de kanteling. Wij zijn daar in 2013 al mee begonnen. Dus we hebben eigenlijk al voorgesorteerd in Bokstel in die samenwerking op die gedachte van de kanteling. En dat betekent dat we daar ook eerder de revenue van hebben gehad, dat het
efficiënter was in het geld wat we daaraan te besteden hadden. En de mensen zijn niks tekort gekomen? Mensen zijn over het algemeen niks tekort gekomen, maar we lopen nu wel eens tegen zaken aan waar mensen kritiek op hebben. En daar moet je dan vervolgens ook iets mee doen. Dat heb ik vorig jaar ook gezegd op de cliëntdagen die we voor cliënten hebben georganiseerd. Meld je op het moment dat er dingen niet goed gaan, want dan weten wij het en dan kunnen we er beleidsmatig ook op handelen. Dat heeft tot op heden heeft dat niet geleid, vandaar ook dat ik zo ook reageerde eerder in het gesprek, tot massale vragen die we daarover hebben gehad. We hebben niet massaal meer bezwaarschriften gehad. Over het algemeen zijn de resultaten van de cliëntenvredenheid onderzoeken goed. We hebben een vertrouwenspersoon waar niet onnoemelijk veel gebruik van is gemaakt. Dus dat soort geluiden horen we niet. Maar ik vind, gegeven de grote wijzigingen waar we mee te maken hebben gehad, want er is er nogal wat vanuit de landelijke overheid op ons afgekomen, vind ik de geluiden wat tam. Dus ik heb ook aan cliënten gevraagd. Ik kan nou zitten juichen van we hebben niet al te veel klachten. Nee, dat heb ik niet gedaan. Op het moment dat er vanuit mensen wordt gezegd van er kunnen dingen beter, laat ze ook horen, want dan kunnen we er ook iets maar het geld wat nu over was, om het zo maar te zeggen, blijft in sociale zaken. Ja, voor het allergrootste deel blijft hij in sociale zaken. Ja, voor het allergrootste deel. Ja, voor het allergrootste deel. Blijft het dan bij sociale zaken? We hebben een begrotingsregime dat we reserves ook tot een maximum willen beperken. En dat hebben we tot 1 miljoen gedaan. En dat is een behoorlijk pot met geld. En daar kunnen wij, ons zorgbeleid wat we in Boksel hebben, heel goed uit bekosten. Ja. Maar nou komt Herman binnenkort dat hij extra geld nodig heeft voor de speelgelegenheden in Liemde. Toch? Ja, dat zou kunnen. Dat is lopend beleid en dan moeten we daar kijken of we daar binnen de bestaande begroting of we daar ruimte voor kunnen vinden. Wij hebben gehoord, als een van de reacties, dat in Boksel is het perfect allemaal de laatste tijd opgelost met de speelgelegenheden. Ze zijn vernieuwd en dinges. Maar in Liemde schijnt niks te gebeuren en ook aanvragen niet behandeld te worden verder. Nou, ik heb uit Liemde heb ik geen vreemde geluiden gehoord. Volgens mij wordt Liemde op dit moment wordt prima bediend, denk ik. Er ligt ook een grote rol voor Spil, wat Peter Hekker zei. Echt een aanjager voor ons. Wij zijn daar faciliterend bezig. En ik denk als je nou kijkt hoe dat het centrum van Liemde momenteel op de schop wordt gehouden, hoe mooi het eruit komt te zien. Je kunt niet zeggen dat Liemde dan daar... Maar ben jij daarmee bekend met speelgelegenheden in Liemde? Moet jij toch weten? Ik weet in ieder geval dat, Herman heeft het over speel in het centrum van Liemde. Op dit moment op de tip, daar wordt de komende week in ieder geval een hele mooie speelgelegenheid gerealiseerd. Okay. Met name vanuit natuurlijk spelen. Maar er schijnen nog meer aanvragen te zijn, maar daar wordt naar gekeken, denk ik. Er wordt altijd naar gekeken. Alles wat hier binnenkomt, er wordt naar gekeken. Okay. En er wordt serieus naar gekeken. En daar wordt ook geld voor gezocht, omdat we... Kijk, als we zeggen van nou, er moet van buiten naar binnen worden gewerkt, dan kun je natuurlijk slecht zeggen, ja, dat zullen we maar een half jaar niet doen, want de middelen zijn er niet. Dat zou natuurlijk wel een heel vreemd signaal naar buiten zijn. Ik vind wel de laatste twee... Nee, maar twee die waren middelen, hoorde ik net, dus... Ja, maar ik denk kijk, dat zijn reserves. Reserve wil zeggen, per saldo, het is geen voorziening, maar je kunt ze aanspreken. We hebben ook gezegd, nou, we laten reserves, bepaalde potjes laten niet tot in het oneindige oplopen, want dat legt wel een beslag op een gegeven moment op je bestedingsruimte. Ja. Maar ik vind de reserve van 1 miljoen in het sociaal domein is wat mij betreft acceptabel. Op het moment dat we daar structureel tekort zouden komen, moeten we daar naar kijken. Op het moment dat we daar structureel een overschot op hebben, dan wordt een ander verhaal. Dan kun je ook zeggen, oké, dan moet het ook terug kunnen naar de algemene reserve toe. Maar daar wordt serieus naar gekeken. Maar we willen oppotten van gelden. Dat willen we voorkomen, ten alle tijden. Goed, ik heb nog twee dingen. In de krant. Partij van de Arbeid, inbox, combinatie 95. Vragen aan het college om minder hokjes te denken in het gemeentehuis. En minder star vast te houden aan regels. En dat ambtenaren meer hun gezond verstand benutten bij het helpen van kinderen en jongeren. Met andere woorden... Stel de mens voor regels. Krantenbericht, vorige week. Inbox. Combinatie 95. Nou, ik weet jullie dat... Jullie partijen constateren dit. Dat jullie te veel regels hebben.
ambtenaren het niet goed doen met die regels? Ik denk dat de partijen gewoon vanuit een constructieve houding oproepen van gemeente. Je bent nooit en je gaat nooit ver genoeg op dat gebied. Het zal altijd moeten zijn dat de mens voorop staat. Dat betekent dat regelgeving, wet en regelgeving altijd, maar dan ook echt altijd ondergeschikt moet zijn aan dit soort aanvragen. Ze hebben die vraag gesteld. En wat doen jullie daarmee dan? Jullie eigen partijen? Jullie. Ja, wij, zoals dat wij altijd doen. Als we artikel 37 vragen, zoals dat heet. Zoals we die binnenkomen, die bespreken wij binnen het college en die zullen wij van een goed antwoord voorzien. Maar dat antwoord zal waarschijnlijk in de richting gaan van dat wij blij zijn met deze oproep en met de ondersteuning van de lijn die wij ingezet hebben om juist zoveel mogelijk van buiten naar binnen te werken. En maar dat gaat die twee partijen niet ver genoeg. Dat wordt een heel gevecht in het college, want dit zijn twee partijen die ook landelijk en altijd die regelgeving aanvallen. En maar wat doen jullie dat daarmee dan? Dat wij zullen antwoorden dat we er wel. Ik roep altijd kritiek is gratis managementles. Dus daar zijn we altijd blij mee. Er zijn altijd aspecten waar je misschien net niet genoeg aan gedacht hebt. En ik zie het net zoals Peter als een ondersteuning van het beleid wat we tot nu toe gevoerd hebben. En waarvan de partijen vinden dat je het nog sterker moet doen. Nou, dat kunnen we alleen maar toejuichen. Want hoe minder in hokjes en in vaste regels en hoe meer we mensen kunnen bedienen met de wijze waarop we werken, hoe beter het is. Ja, en het speelt natuurlijk ook mee dat we momenteel in een ambtelijke fusie zitten, samenwerking. Ja. Dus wat er eigenlijk op die mensen, want je praat eigenlijk over het ambtelijk apparaat, wat er op ze afkomt eigenlijk is dat wij hebben meewerken Boxtel hebben we proberen te promoten. Dat moet eigenlijk het merk van Boxtel worden. Mensen zitten in de fusie, pendelen vaak nog tussen Sint-Michielsgestel en tussen Boxtel. En wat de politiek zegt is eigenlijk, jongens, college, verzwakken niet op, hou in ieder geval hou de vaart erin, niet de zweep rollen, maar wel de vaart erin houden. En het is eigenlijk, denk ik, tussentijds een wake-up call van, we zijn goed bezig, het gaat toch goed, maar blijf met z'n allen bij de les. We proberen op allerlei manieren ook mensen te betrekken met klankbordgroepen, door persoonlijk contact te zoeken. En die wijziging in bestuurscultuur, dat vind ik echt wel een trendbreuk met hetgene wat ik, in ieder geval, ik heb 16 jaar in de gemeenteraad gezeten, wat ik ook vanuit het verleden heb gemerkt. Dus dat vind ik een van de goede ontwikkelingen, waar ik ook wel trots op ben, dat we dat met z'n allen, zowel college als gemeenteraad, hebben kunnen bereiken op dit moment. En daar hebben we echt een paar belangrijke stappen in gezet. Oké, maar nou een andere krantenbericht dan, Erik. Het CDA wil weten of het college heeft zitten slapen. En nou slaap jij natuurlijk goed, hè, als Ajax-supporter. Ja, maar tegenwoordig wel. Heb je zitten slapen? We hebben vragen gehad over de subsidie-toekenning vanuit de provincie. De subsidie van de provincie, ja. Die vragen zijn nog heel vers, dus daar zijn we intern nog goed naar aan het kijken hoe dat intern zo loopt. Dat is geen antwoord op mijn vraag. De provincie heeft op een zeker moment bekendgemaakt dat ze een pot geld hebben. Mm-hmm. En toen hebben een aantal gemeentes, heel veel gemeentes, hebben zitten slapen. Tenminste, hebben niet bij de provincie aangegeven, daar wil ik ook geld van hebben. Mm. En daar zijn jullie er één van. Je moet ook bedenken dat als je zelf een goed beleid hebt, je moet geen subsidies aanvragen omdat er een subsidiemogelijkheid is. Je vraagt een subsidie alleen aan op het moment dat het aansluit op beleid wat je voert. En als je zelf al allerlei beleid hebt uitgezet wat tot tevredenheid leidt, dan Ik vind het mechanisme waarmee mensen denken, er is een subsidiemogelijkheid, dus we moeten die aanvragen. Dat is niet de juiste manier. Je gaat eerst kijken wat je beleid is. Je wilt toch niet zeggen, want die subsidie was om de sociale veerkracht van gemeentes te versterken. Dat klopt. En wil je hiermee zeggen dan, we hebben eigenlijk middelen genoeg en geld genoeg dus, nee, maar om dat zelf te doen? Nee, maar als je een beleid hebt uitgezet, dan wil je ook eerst kijken of het werkt. En je moet. Een subsidie is nooit een cadeautje. Je moet altijd ook nog eigen geld erbij zetten. Een eigen inzet van mensen. En we hadden het net al over het feit dat onze ambtenaren nu in een ambtelijke fusie moeten werken. Plus het feit dat ze uiteindelijk ook 9% aan mensen hebben moeten inleveren.
Dus het moet allemaal wel kunnen. Dus je kunt wel zeggen van er is een subsidiemogelijkheid, dus we moeten hem aanvragen. Maar je moet kijken wat je wilt doen met je beleid en of het werkt. En vervolgens of je andere mogelijkheden ook kunt benutten. En dat is allemaal wat we gaan bekijken bij het beantwoorden van die vraag. Maar dat betekent wel dat je het geld nu misloopt. Nee, want je of moet... Of gaan jullie nog reageren naar de provincie toe? Want dat is de vraag van het CDA. Nou, als dat zou kunnen, ja, want het ging mij meer om de gedachte achter de vraag van er is een subsidiemogelijkheid, dus je moet hem aanvragen. Die subsidie is eenmalig. Volgend jaar krijg je hem niet meer. CDA zegt, ga als de bliksem naar de provincie om te kijken of je nog mee kunt doen. Ik ben daar op dit moment niet van op de hoogte wat de stand van zaken is. Dus alle antwoorden die ik daar op dit moment geef is te veel, want ik ben daar nog niet over geïnformeerd. Nee, oké. Maar dat komt binnenkort. Daar gaan we antwoorden op formuleren. Dat gaat altijd zo als we vragen krijgen. Oké. In de gemeente, in de begrotingsvergadering was het. Hebben jullie partijen, en met name een paar collegepartijen, hebben een uitspraak gedaan. En die zeiden het volgende. Dit college zal in de toekomst, binnenkort, nog voor verrassingen gaan zorgen. Nou, mooier moment om die verrassingen bekend te maken is er niet als nu bij Omroep Dommeland. Wie gaat ons verrassen? Coalitiepartijen, want daar had je het over, die weten niet meer dan de andere partijen. Dus als je mij vraagt... Coalitiepartijen hebben het gezegd. En de oppositiepartijen, om het zo maar te noemen, die weten van niks. Nou, dus de coalitiepartijen weten iets meer dan de anderen. Nee, maar dat bestrijd ik echt. Waarom zeg je het dan? Dat zijn jullie partijen die dat zeggen. Ja, maar je stelt de vraag aan ons, hè. Ja. En dan, als je dat op die manier beantwoord wilt krijgen, dan moet je echt bij die fracties zijn. Want dat weet ik niet. Maar ik ga ervan uit dat die coalitiepartijen, want dat horen we allemaal natuurlijk regelmatig, dat die gewoon constateren dat hier een echt fris nieuw college zit, dat heel daadkrachtig aan het werk is en echt heel concreet met resultaten komen. Of dat er nou is op het gebied van het centrum waar we 15 jaar zo lang, nou ik zit bijna 20 jaar in de politiek. De coalitie is er ook van overtuigd, dan hebben wij ook zelf natuurlijk wel gevoed, dat we gezegd hebben, van daar komen wij met oplossingen. En dan komen we in deze collegeperiode komen tot oplossingen en tot uitvoering. En dat geldt ook op verkeerskundig gebied en dat geldt ook op het gebied van cultuur, waar Maroeska mee bezig is, economisch gebied. En op mijn terrein rond de volkshuisvesting, economisch rond green tech, de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Ja, daar worden hele grote stappen gezet. En ik ga ervan uit dat de coalitiepartijen ervan uitgaan dat we, zoals al meer gebeurd is, met z'n allen verrast worden door de voortvarendheid en de daadkracht van mij. Maar die zeggen dat niet zomaar. Ik ga zomaar niet in de raad zeggen van dit college komt nog met verrassingen als er niks achter zit. Kijk, op het moment dat wij zaken niet hard en concreet kunnen maken, gaan wij hier nu niet natuurlijk voor de camera roepen dat er een verrassing is. Dat is maar half concreet, half zacht. Zeg nou waar je mee bezig bent, waar mogelijk nog een verrassing wordt. Nou, geen verrassing, maar waar we mee bezig zijn is, als ik naar mijn portefeuille kijk, is dat wij bezig zijn met uitbreidingslocaties om dat te vinden. Zijn we keihard aan het werken en dan ga ik vanuit dat wij het komend jaar daar concrete stappen zetten waarmee dat we naar buiten gaan komen. Ja, daar zou je een verrassing kunnen noemen. Maar het is van de andere kant bekend dat ik daar heel druk mee bezig ben. Erik, dit is een politiek antwoord, ik snap het. Maar de SP die heeft altijd rechtstreeks antwoorden. Kom eens. Ik ga niks verrassends noemen. Ik denk namelijk dat wij in ons beleidsprogramma een aantal heel erg ambitieuze doelstellingen hebben geformuleerd. Daar hebben we stevige stappen in gezet. Op langlopende dossiers. Peter noemde net al terecht, er zijn dossiers bij, onder andere het centrum waar ik zelf verantwoordelijk voor ben, waar 15 tot 20 tot 25 jaar over gediscussieerd is. Ik denk, zonder dat nou een verrassing te willen noemen, maar als wij dat soort dossiers in deze bestuursperiode tot een afronding kunnen krijgen, dat we het dan heel erg goed gedaan hebben. En daarmee hoef ik geen verrassingen te noemen, maar daarmee zeg ik dat wij de ambitieuze doelstellingen die we in het beleidsprogramma hebben neergezet, als we die tot een goed einde weten te brengen, dan doen we denk ik goed in deze periode.
Goed, dan wacht ik met mijn verrassingen. Ik wacht rustig af. Ik hoop dat er nog verrassingen komen, want dan komen we terug. Ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken. Met de laatste vraag, heb je nog iets toe te voegen dat je zegt, nou, Fons had je ook moeten vragen, of dat wil ik nog kwijt, dan mag je het nu nog doen. Nou, ik vind, daar wil ik wel doen, complimenten aan Dommeland, omdat ik het gewoon heel goed vind en belangrijk vind dat we niet alleen de kans hebben gekregen bij de start van de coalitie om te vertellen wat onze plannen waren, maar gewoon, wat je in feite ook gevraagd hebt, tussentijds een evaluatie, verantwoording afleggen van wat heb je nou waargemaakt voor de boksersgemeenschap op deze manier te kunnen uiten. Dus dank daarvoor. Daar zijn we heel blij mee, met deze lofuiting. Hartelijk bedankt jullie allemaal voor dit gesprek en de tijd die jullie hiervoor namen. Wij vonden in ieder geval dat jullie open zijn geweest. Bedankt. Zijn we niet.